deze aflevering van Het Verleden maken we kennis met het levensverhaal van Karel de Vijfde en zijn zoon Philips de Tweede. In 1499 trouwde Philips de Schone met Johanna de Krankzinnige. We zijn hier allemaal samen om het liefdevolle koppel in de echt te vinden. Johanna Krankzinnige, neemt jij, Philips de Schone, tot de wettelijke echtgenoot? Ja. Philips de Schone, neemt jij, Johanna Krankzinnige, tot de wettelijke echtgenoot? Ja. Dan noem ik u nu man en vrouw. U mag de bruid kussen. Klaar, een pauze van het publiek. Tot de volgende keer. Oh, Philip, wat ben ik blij. Nu bent je eindelijk van mij. Kom, we gaan de liefde bedrijven. Ah! 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 Ja! Philip! Ah! Ja! Johanna de Krankzinnige gaf in 506 het leven aan Karel de Vijfde. Johanna, ik kom Kareltje de Vijfde halen. We gaan hem dopen. Goedemiddag. Wat is zijn naam? Karel de Vijfde. Karel de Vijfde, ik ga u nu dopen. Dan wordt u lid van de kerkgemeenschap. God bless you. Alsjeblieft. Veel geluk ermee. 15 jaar later was het rijk van Karel de Vijfde verdeeld over verschillende geloofsovertuigingen. Karel verketterde alle niet-katholieken, de protestanten dus, en liet ze één voor één om het leven brengen. Dit kon door of veel te laten verdrinken, op de brandstapel te gooien en nog vele meer. We hebben ketters gezien aan de grote rivier. Wat moeten we doen? We kunnen ze verdrinken in de grote rivier. We kunnen ze branden. We kunnen ze onthoofden. We kunnen ze opvangen. We kunnen het allemaal tegelijk doen. Ik weet het. Laat ons niet aan! Mijn raad! Ik heb niks gedaan! Mijn raad! Karel de Vijfde stierf in het jaar 1556. Datzelfde jaar nog werd zijn zoon Philips II heerser over het rijk dat zijn vader hem had nagelaten. Hij nam het hele beleid over. Hij ging zelfs strenger optreden tegen dingen en hij ging zich meer absolutistisch gedragen. Daardoor ontstond er een socio-economische onrust. Door deze onrust ontstond er een beeldenstorm. En daar gaan we nu naar kijken. Stuurde Philips II Spaanse troepen naar de Nederlanden. De Nederlandse inwoners zagen deze soldaten als hun vijanden. Ze gingen zich dan ook verzetten tegen de legers van Philips II en er ontstond een oorlog. Mamma mia, Yolandos! Yolandos. Ik was afregenos, de toros. Hoi! Hoi!
Ik ga dood. Het conflict blijft van opgelost. Beide kampen tekenen in 1648 het Verdrag van Münster. Maar wat is het Verdrag van Münster nu eigenlijk, Vincent? Wel, Esther, het Verdrag van Münster houdt in: er wordt een grens getrokken tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van het Rijk van Philips II. Het noordelijke deel verklaarde zichzelf dan ook onafhankelijk en het noemde zichzelf de Verenigde Provinciën. Het zuidelijke deel bleef in de handen van Philips II. Dit was helaas weer het einde van ons programma Het Verleden. Volgende week zijn we er natuurlijk ook weer met een nieuwe aflevering. Hopelijk bent u er ook bij. Dag! Camera op. Actie. Het conflict blijft onopgelost. Beide kampen tekenen in... Kut. Charlotte is niet klaar. Oké, Charlotte, zijn je reet of niet? Het conflict bleef onopgelost. Beide kampen tekenden in 1648 het Verdrag van Münster. Maar Vincent, wat is het Verdrag?